Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Even een heel kort introotje voor de podcast. De podcast bestaat uit een interview wat ik via mail kreeg van Robine Lacroix. En ik hoop dat ik haar naam goed uitspreek. Maar staat ook in de YouTube, in de afbeelding, zeg maar, bij het filmpje. Hartstikke leuke foto's. En heel veel mensen vragen me ook, hoe ben jij een life coach geworden? En waarom doe je dat werk? En zij stelt daar hele leuke vragen over. Die heb ik opgenomen voor haar. En ik dacht, misschien is het ook wel leuk voor jullie om te delen. Ik weet ook dat heel veel klanten van mij zijn uiteindelijk ook zelf coach geworden. En ik begeleid ook startende coaches. Dus ik denk dat het waardevol is voor de mensen die overwegen om een coach te worden. Of dat misschien al zijn geworden. Ik wens je een hele fijne dag. En ik hoop dat je erdoor geïnspireerd wordt. Hey, goedemorgen Robine. Ik dacht, ik ga gelijk even gewoon zonder na te denken antwoord geven op jouw vragen. Hè. Dan komen over het algemeen ook de meeste eerlijke antwoorden eruit. En leuk dat je mij gevonden hebt, sowieso. Nou, ik ga gewoon je vragen beantwoorden. Je zegt, waarom heb je de beslissing genomen om een lifestyle coach te worden? De een zegt lifestyle coach, de ander zegt life coach. En what's in the name, hè, maakt eigenlijk ook niet heel erg veel uit. Maar het gaat inderdaad ook wel heel vaak over lifestyle. Ik heb die beslissing genomen. Ik denk eigenlijk dat ik als kind al in die zin de beslissing had genomen. Omdat ik altijd heel erg gefascineerd was door gedrag. Hoe de grote mensen zich gedroegen. En ik las ook altijd heel erg veel over psychologie en filosofie. En dan ging ik met de bibliotheekpas van mijn moeder daarheen, want op je kinderpas mochten dat soort boeken allemaal niet meegenomen worden. Dus het heeft er altijd vroeg ingezeten en eigenlijk was het eerste moment waarop ik dacht, ik moet hier iets mee gaan doen. Echt jaren geleden toen een ex-collega tijdens een lunch die we samen hadden een briefje uit haar portemonnee haalde. En dat bleek een printje te zijn van een e-mailtje van mij. En elke keer als het moeilijk had, dan keek ze naar dat briefje en dan haalde ze daar heel veel hoop uit. En dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik echt een klik voelde van ja, dit is, hier moet ik gewoon meer mee doen. En zo ben ik toen gaan bloggen, ook voor verschillende lifestyle en psychologie websites. En op een gegeven moment ben ik de opleiding gaan doen en daar is eigenlijk alles mee begonnen. Het was volgens mij in 2015. Je zegt, waren er uitdagingen waar je mee te maken kreeg toen je begon? Ja, heel veel. Allereerst mijn eigen brein. De weerstand. Ik had een hele goede baan met heel veel nog betere vooruitzichten, om het zo te zeggen. Vast contract. En dit was natuurlijk best wel een heel spannende beslissing. Dus waar had ik mee te maken qua uitdagingen? Mijn eigen weerstand en mijn eigen geloof wat ik nog moest ontwikkelen. Van, er zijn zo ongelooflijk veel coaches. Waarom zouden mensen naar mij toe komen? En waarom zou ik daarvoor mijn baan op gaan zeggen? Dus, maar ook, hoe ga ik in vredesnaam dit allemaal doen? Hè? Ik noem het ook vaak als je te vroeg in het hoe zit, dan zie je allemaal beren op de weg. Dus die fases heb ik eigenlijk allemaal wel achter de rug. Wat doet een lifestyle coach of een life coach noem ik het dan? En wat voor opleiding moet je ervoor volgen? Nou, mijn alle basis, laat ik het ook mijn eerste en basisopleiding. En ik heb daarnaast wel heel veel trainingen gedaan trouwens hoor. Coachvaardigheden, trainingen en dergelijke. En ook bij het kadaster waar ik in Lonies was ook heel veel trainingen. Maar mijn eerste opleiding was een hbo-opleiding tot life coach. En daarna heb ik nog opleidingen gedaan zoals mental en performance coaching, coaching bij angst, coaching voor hoogbegaafdheid en nog veel meer opleidingen. Ik doe elk jaar een hbo of hbo plus opleiding en ik doe nu sinds corona dan even wat minder, maar elk jaar meerdere klassikale trainingen. Dat is met andere coaches en therapeuten en psychologen, omdat het heel leerzaam is. Omdat er altijd dan een trainer meekijkt en dan krijg je weer feedback op je handelen, om het zo te zeggen. Ik doe zelf ook coaching, elk jaar meerdere coaches, ook om mezelf scherp te houden, mezelf ook te blijven ontwikkelen. En ik zou zeker aanraden, maar dat is mijn visie, om een opleiding te doen. Want ik kan niet oprecht zeggen, ik denk dat ik in die zin, zoals ze dat zo zeggen, wel echt een geboren coach ben. Maar zonder mijn opleiding had ik echt niet zo goed kunnen coachen als nu. Omdat je in opleiding heel veel leert over ethiek. Ja, over ethische dilemma's, om het zo te zeggen. Maar ook dat je niet gaat lopen adviseren of sturen. Dat is als coach niet je taak. Je taak is vooral om de ander te helpen om zijn eigen antwoorden te vinden. Dus
mijn idee is dat een opleiding echt wel ja, heel erg belangrijk is. Maar goed, nogmaals, dat hoeft niet altijd hoor. Want ik ken ook wel coaches die gewoon supergoed zijn en vooral hele mooie, goede vragen stellen. Hoe motiveer je mensen om een gezond leven te leiden? Ten eerste door na te gaan wat hun echte verlangen is. Want bijvoorbeeld als we het hebben over gewicht, hè, slank zijn, is heel vaak gelinkt aan hoe je wilt dat anderen naar je kijken. En dat is een heel dunne basis en dat is heel vaak gedoemd om te mislukken. Het is vaak niet een motivatie die uit jezelf komt. Dus ik ga heel goed onderzoeken wat is iemands werkelijke, echte motivatie. En daarna heb ik wat technieken om iemand zijn of haar motivatie aan te spreken. Motivatie bestaat eigenlijk altijd uit twee bronnen. En de eerste is, er moet urgentie of een noodzaak zijn of een heel groot verlangen. En als je niet één van beide heel sterk hebt, dan bungel je ergens tussen. En dan kun je heel lang blijven hangen in een baan, een situatie, een relatie, maar ook een gezondheidstoestand die eigenlijk niet, helemaal niet goed is voor je. En ik ben meer een fan van iemands verlangen voeden. Want dat is een veel fijnere motivatiebron dan urgentie en noodzaak. Dus ik doe vooral heel erg het mentale proces. Hè, als we kijken naar lifestyle. Ik weet echt heel erg veel van voeding en dat soort dingen. Maar dat is niet mijn expertise. Dus dat laat ik ook echt over aan de experts die daar echt expert in zijn. En ik ga vooral over het psychologische en mentale stuk, om het zo te zeggen. Hoe leef je een gezond leven? Nou, ik denk dat het belangrijk is om allereerst voor jezelf te stellen, wat is dan de definitie van een gezond leven en wat is dat voor jou? En ook, waarom wil je dat? Hè? Ik bedoel, dat gaat ook weer over motivatie, drijfveren. Waarom wil je een gezond leven? Ik leef al sinds klein kind behoorlijk gezond en heel bewust. En dat komt ook omdat ik alle voordelen ervaar en weet en voel van gezond leven. Het voelt gewoon heel erg goed. Je bent scherper mentaal, fysiek. Je voelt je gewoon fit. Je merkt dat als je buiten loopt, dat je gewoon lekker lang kunt lopen, bultjes kunt klimmen, kunt doen wat je wil doen. Je lichaam is echt gewoon, ja, ik zeg wel, je voertuig. En hoe beter je daarvoor zorgt, hoe meer je kunt doen wat je graag doet. Dus ja, hoe leef je een gezond leven? Nogmaals, het is voor iedereen belangrijk. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om te kijken naar hoe is je leven ingericht? Leef je volgens je waarden? Hoe ziet je agenda eruit? En hoe kun je in jouw agenda gezonde gewoontes gaan toevoegen? Hè? Wat voor rituelen kun je bedenken? Routines die voor jou dienen. Hè? Het is ook een stukje maatwerk. Ik hou bijvoorbeeld heel erg van een ochtendroutine, maar voor werkende moeders die en werken dus en de kinderen naar school moeten brengen, is een ochtendroutine vaak wel een hele grote opgave. Nou, dan gaan we kijken wat dan wel mogelijk is. Hoe ziet jouw dagelijks leven eruit? Nou, dat is niet elke dag hetzelfde, maar ik kan wel een beetje grote lijnen vertellen. Ik heb echt een vast ochtendritueel. Ik word altijd wakker tussen 5:30 en 6:00. Ik word eigenlijk in 99% van de keren zonder wekker wakker. Zonder wekker wakker, dat is een leuke zin. En ik heb een afstemmingritueel heet dat. Dus ik ga altijd heel bewust mijn dag beginnen. Ik ontbijt heel gezond. Ik beweeg en ik heb door de week veel sessies. De sessies van mij duren meestal 1,5 uur. Tussen de sessies door heb ik altijd 1,5 uur pauze. Minimaal 1 uur lunchpauze. We hebben ook een hond sinds een paar weken en daar ga ik dan mee wandelen. En het wandelen doe ik dan echt ook met de telefoon in de zak en echt in het bos. En echt even mijn brein laten fladderen. Dus een goede balans tussen inspanning en dingen met mijn handen doen of lopen en bewegen. Zodat mijn brein even de ruimte krijgt om op te frissen. En daardoor houd ik mijn energie altijd heel hoog. Zelfs op dagen dat ik bijvoorbeeld wat minder geslapen heb. Ik heb sinds een jaar denk ik ervoor gekozen om nooit meer dan 3 sessies per dag te hebben. Of nooit, dat klinkt ook weer zo, maar dat werkt voor mijn brein het beste. Ik ben sowieso in de ochtend richting de middag het meest scherp. En mijn sessies duren minimaal 1,5 uur. Dus ik wil me ook gewoon nog fris en energiek voelen voor mezelf en voor mijn klanten. Ik heb ook dagen waarop ik mijn administratie doe. Hè, mijn facturatie, mijn BTW-administratie voorbereiden bijvoorbeeld. Maar ook mijn marketing, mijn website. Ik podcast heel erg veel.
Dus daar ben ik ook dagelijks mee bezig. En privé, ja, ik heb een gezin, een dochter die woont al uit huis. Die is al 27. En een stiefzoon is hier één keer, of tenminste om de week, een hele week. En daar breng ik ook veel tijd mee door met mijn gezin en vriendinnen, familie. En ja, ik ben heel graag buiten. Dat bijvoorbeeld ook. Nou, ik zal je verder niet helemaal vertellen hoe mijn dagelijks leven verder uitziet. Maar dit zijn een beetje de hoofdlijnen. Nou, wat is jouw favoriete deel van een lifestyle coach? Hè? Mijn favoriete deel is om mensen bewust te laten denken en kijken. Om ze een heel andere kijk op zaken te geven. Om ze hoop en vertrouwen te geven. Om ervoor te zorgen dat ze hun eigen potentieel gaan zien en erkennen. Want heel veel mensen die weten eigenlijk helemaal niet hun toegevoegde waarde of hun kwaliteiten. En die hebben een bepaald beeld van zichzelf die heel vaak niet zo heel erg helpend is, laat ik het zo zeggen. Het favoriete deel van mijn van lifestyle coach. Nou, ik vind ondernemers coachen. Ik heb heel veel ondernemers die al sommigen zelfs vanaf het begin bij me zijn. En die komen bij me om te sparren en om vraagstukken voor te leggen. En dat vind ik zo ongelooflijk gaaf. Dat is eigenlijk een deel business coaching wat ik doe. Maar dat gaat ook over heel persoonlijke zaken. Want daar heb je zo'n goed. Je hebt een band met elkaar en ik kan iemands groei volgen. En zo'n gesprek geeft zoveel energie en iemand zegt heel veel, ja, de meesten zeggen van, ja, ik heb zoveel inspiratie en het is echt een soort energieboost en als ik hier vandaan ga, dan ja, het is gewoon fijn en voor mij geldt dat ook. En ik geef ook masterminds waarbij ik verschillende mensen bij elkaar heb verzameld, zullen we maar zeggen, dat begeleid ik en dat, nou, daar kan ik ook heel erg veel energie uithalen. Maar ja, wat is het favoriete deel? Om mensen heel goed te leren wat zij echt willen en hoe ze dat dan kunnen bereiken. Waarom zouden de mensen naar jou toe moeten komen? Nou, ze moeten niet naar mij toe komen. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik coach niet iedereen en niet iedereen zal een klik met mij hebben. Ik zeg ook altijd, het is voorwaardelijk om een klik met mij te hebben en ook dat mijn aanpak bij jou werkt, anders heeft coaching echt nul zin. Ik kan wel zeggen welke mensen wellicht goed bij me zouden passen en ik bij hun. Ik coach vooral hoogbewuste mensen. Daarbij bedoel ik mensen die echt graag willen groeien, daar ook tijd in willen investeren. Mensen die echt bewust met zaken bezig zijn, die veel, ja, toch wel nadenken, die het verlangen voelen om ja, alles uit het leven te halen. Klinkt een beetje vaag, maar dat die heel erg gericht zijn op groei. Ja? Ze noemen dat ook wel de groeimindset. Dat is echt het type klant voor mij. Gemotiveerde mensen, mensen die dit ook gewoon heel erg leuk vinden om bezig te zijn met een ontwikkeling. Of dat nou persoonlijk of zakelijk is. En ik zou zeggen, om een idee te krijgen van mijn stijl, is mijn podcast wel een hele goede ingang. En ik zou ook alleen maar zeggen, kom alleen maar naar me toe als je een klik met mij voelt. Want anders dan kun je beter verder kijken. Welk advies zou je mee willen geven aan de mensen die ook een lifestyle coach willen worden? Doe een goede opleiding. Doe hem echt goed. Ik liet me tijdens de opleiding ook door een coach begeleiden. En weet, je hoeft nog niet alles te weten en te kunnen overzien om de eerste stap te zetten. Want heel veel mensen die lopen vast doordat ze denken, oh, dan moet ik dat dan doen. En ik heb nu een baan en dan een opleiding en straks lukt het niet. En hoe ga ik dat dan met een website doen? Hoe vind ik dan klanten? Begin met de eerste stap. Ja, maak voor jezelf helder wat een eerste stap is en vertrouw erop dat de weg zich wel ontvouwt. En ik begeleid ook veel startende coaches met dit soort dingen. En ook een stukje marketing. Zoek een goede mentor of een coach die je hier bijvoorbeeld bij kan helpen. En nogmaals, je hoeft niet alles al te weten om de eerste stap te zetten. Dat is denk ik wel het belangrijkste advies. Nou, ik hoop dat je er wat aan hebt. En ik dacht in één keer, ach ja, dit is eigenlijk best misschien leuk, want dit laat ook zien waarom ik doe wat ik doe en waarom ik ooit begonnen ben. Dus ik denk dat ik hem ook maar als podcast ga publiceren. Nou, heel veel succes met je profielwerkstuk en met het maken van het magazine. Ik ben benieuwd en ik zou het leuk vinden als je misschien even een screenshot wil maken als die klaar is. Of het naar me toe wil mailen. En nou ja, hele fijne dag en heel veel plezier bij het maken van je werkstuk. Doei!